Ik denk dat als je het werk van apothekersassistenten graag zou willen doen, dat je dan beseft dat je niet bezig bent met een halfje wit verkopen. Dat de lading van de keuzes die je de hele dag door maakt ook invloed kunnen zijn op de gezondheid van iemand anders. Dat stukje voorlichting, bewaken van de geneesmiddelen, interacties, contra-indicaties, dat maakt het werk nuttig, uitdagend, maar vooral heel erg leuk. Ik doe dit werk al 22 jaar met ontzettend veel plezier. Wat er leuk aan is, is vooral het contact met de mensen. Dat je een zorgverlener bent, dat je zorg draagt voor juiste geneesmiddelverstrekking. Als apothekersassistenten moet je goed met mensen om kunnen gaan. Je moet duidelijk je verhaal kunnen overbrengen aan patiënten. Je moet accuraat werken. Het is heel precies werk. Ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je vooral leergierig moet zijn als apothekersassistent. Het werk staat noodstil. De geneesmiddel, de farmacie, dat is altijd in beweging. Dus je zult altijd blijven leren. In principe is het zo geregeld dat je per jaar minimaal 4 opleidingen als apothekersassistenten moet doen. Hier in de apotheek doen wij er meer. We hebben veel ook nascholing tijdens werkoverleg. Dat is een 2-in-1. Dat is ontzettend leuk. Wij doen nascholingen online, maar krijgen dus ook in de apotheek zelf nascholing. Het hele pakket van apothekersassistenten zijn is meer dan alleen maar doosjes schuiven over de balie. Is vooral je concentreren en ondertussen een band opbouwen met je klanten.